arkadaşlar. 5. ayın 5'i. İnşallah güzel bir çekim olur. Allah'ım! Felişim, he is old. In the Turks. Yani şimdi de Türkçe söyleyeyim arkadaşlar. Bitir onun işini, o bir dede. Dit is hartstikke goede Nederlands. Opie, hoe is het? Goed. Ik ben blij dat je er bent. Ja, ja, dat meen ik echt. Ik had andere ideeën erover. Ja. Arkadaşlar çok seviyorum yaşlı dedeyi. Nee, nee, ik wil helemaal niks van hem meer. Opie! Ja. Ja, hey, Allah. Dat is geen Turk, dat is nou Gurk. Lini. Goedemorgen mevrouw. Hallo. Heb je het gezien? Ja, inderdaad. Ja, ik heb nog gezien. Hij is er wel geweest, maar of hij er nog is, weet ik niet. Nee, dit is snel op de weg. Ik moet hem dan. Kom naast het donk. Oh, is al weg? Ja, is al weg. Nou, ik zit er met de goede uit. Ja, die andere dan, die keer is die dan staan. Achter die dingetjes. Dat kan nog wel. Die weet maar nooit. Chef, wat zijn deze? Saksische vleugeldeuven. Welk land? Duitsland, mijn vriend. Oké. Duitse touwen. Duitse touwen? Jawohl. Jawohl, Achtung, stap. En how much? Huh? How much? Dit is €20. €20 arkadaşlar çifte. Alman güvercini. Maar dan loop je nog elke week de vrij. Ja, maar ik weet de prijs niet, jongen. Ja, maar ik zeg het niet elke week. Oké, dan ga ik zo'n touw voortaan, ja? Oh, maar dan ga ik uit mezelf een beetje de prijzen zeggen. Oh, zeerzak. Arkadaşlar artık fiyatları her hafta diyor soruyorum da artık kendim belirlegimizi. Leer maar het Nederlands met elkaar. Oh ja, lees je dan? Deze zijn heel mooi. Dit was €15. Dit komt in België. En welk land is deze? Oh, arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Bu gerçekten çok güzel kuşu. Hollanda kuşuymuş arkadaşlar. Öyle diyor. 15 lira çifti. €15. Ja, helemaal 15. 15. Je hebt wel de papieren deze week, hè? Papieren. Yes. Niet? Arkadaşlar. Er zijn de meeste wel bij, eentje is zonder bewijs en de rest zijn allemaal bij mij geboren. Zijn dit nou Armeens of Pakistanse? Dat zijn de Persisch over. Persie, hè? Persie. Die zijn allemaal van mezelf. Allemaal zelf gekweekt. Vliegt die goed erin? Ja. Ja, die weg. En hoe lang vliegen ze ongeveer die duiven, zeg maar, gemiddeld? Een uur of 2,5. İki buçuk saat uçuyorlarmış arkadaşlar. En doen ze nog wat in de lucht? Nee, alleen maar hoogvliegen. Hoogvliegen. Yüksek uçuyor. 2,5 saat uçuyorlarmış arkadaşlar. Opie! Opie! Adam duymuyor bile. Hadi. Ik ben blij dat hij er is. Ja. Ik ben echt blij dat hij er is. Ja, voor zijn moet je wegkomen. Ik zeg, je voelt het niet voor €20 wat hier staan, hè? Wat, hè? Ja. Arkadaşlar burada bu şekilde yer kiralamak, yani şu kısım €20 arkadaşlar. Hopi. Hep yapı. Arkadaş Matrix ya, vallahi billah. Adam, babaliti. Hacı baba be. Hopi. De prijsjes een beetje. Wat kost die blauwe dan? Die blauwe. €150? €150 arkadaşlar. Dat is een blauwe banaan. Blauwe? Ja. Banaan. Zo heet het ook? Ja, dat kunnen we in de kamer doen. Ja? Rustige vogel, vleugmooi. Öten bir kuş arkadaşlar. Mavi muz, blauw banaan? Ja. Mavi muz diyorlarmış. €150. İşte manıçı? Ja. Ja? Bak. İşte manıçı? Mannetje, ja. İşte manıçı, ja. Praat hij ook? Kan. Ja. Kan. Ik heb een pakketje in de kamer die praat met een mens. Ja? Ja, eerlijk. Bir tane parketim var diyor, odada diyor, o diyor konuşuyor diyor. En normaal is die duurder deze, duurder. Ja. Ja? Zeldzaam vogel. Ja, die bent er als niet. Huh? Die bent er als niet. Oké, en deze dan? Hé, hey, Opie. Deze. Dat zijn Turkezine. Hoeveel? Die? Ja. Zo'n koppeltje. Ja. €70. 70? 70. Monsieur het 70. Die? Die? Ja. €60. Koppeltje? Koppeltje. Monsieur het 70 arkadaşlar. Deze zijn hetzelfde? Ja, dat zijn Turkesine, dat is een roodvleugel, split voor geel. Split voor... En deze? Ja. Hoeveel? Die kost 200. Alleen die? Ja. Praat die ook? Nee. €200 arkadaşlar. Nee. En die? Dat zijn Turkesine. En praat die? Nee. Hoeveel kost die? 60. €60. Voor de rest heb je niks. Koppel. Had çifti arkadaşlar. Ja. Meer heb je niet? Wat? Meer heb je niet? Nee, ik heb niet meer. Je krijgt zo koffie van me, ouwe. Ja. Oké? Twee melk erbij. Oké, één koffie met twee melk. Suiker? Ja. Geen suiker. Oké, dan neem ik zo mee. Kahvesini de ısmarladı baba. Ulan salyaktör mü yakıyorsun Türko'ya lan? Lan. Ouwe. Ik word nog veel zwaar. Nou jongen, goedemorgen dan hè. Arkadaşlar burada... Chef, die putter? Is dit een putter? Ja, een bastard. Ja? Dat is een bastard putter gewoon. Ja? Hier doe ik een bastard putter. Wat zijn de prijzen? Dat is een F1. Wat zijn de prijzen van die? Die is €100. €100 arkadaşlar. En deze is €100. Die is 150. Dat is een F1. De putter size maal kanarie waterslager. Kanarie waterslager. Ja. Kanarie waterslager. Normaal is het niet moeilijk die beesten? Nou ja, F1'en zijn er genoeg, alleen de witte niet. F1 diye adlandırıyormuş arkadaşlar. F1 €150 arkadaşlar. Zor bulunan kuş, saha. Arkadaşlar sahalar, ze moeten geringd zijn hè? Ze moeten. Ja, ja. En anders? Ja, bastarden, niet speciaal. Ja? Dit moet allemaal geringd zijn. Ja, dus roodborsten, vinken. Ja, kijk, een bastard komt van een kanarie, dus dat hoeft niet speciaal, maar het beste wel. Oké. Kanarya'dan eşleştirilen zorunluluklu değil diyelim. Tam olarak bilmiyorum da. Gerisi mecburen hepsi olacak. En de onderste de prijzen? Dat zijn vinken, die kosten €60 koppel. €60 çifti. Van de Europese ring, dat is een roodbos met een witte staart, met tand. Bu Avrupa kuşuymuş arkadaşlar, çifti €60 zei je? Ja. Die? Die zijn de roodborsten met tand met witte staart. Die kosten €120 een koppel. €120 arkadaşlar. Dat zijn de ringmussen. Die zijn €45 een koppel. Dit zijn de mussen die ook gewoon in de wild? Ja, ringmussen, huismussen noemen ze ringmus. En die kunnen wij ook vangen? Ja? Ja, je mag ze niet zonder ring hebben natuurlijk. Oké, arkadaşlar bunlar bildiğin normal bizim dışarıda uçan kuşlar ama eğer bunları ayağına markalarsan oluyormuş arkadaşlar. Alleen dit heb je vandaag? Ja, ja. Jongen. Ja, dankjewel. Heb je je telefoon bij? Nee. Ik ga dadelijk even de kanaalnaam doorgeven, kan je zelf vanavond zien. Goeiedag. Goedemorgen. Arkadaşlar. Sabah erken kalkan çorba içer. Bizim bir hedefimiz var arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlarımdan da Allah razı olsun. Pazar yavaş yavaş canlanmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar ortalama çifte €10-15 arkadaşlar. €15. €10. €5'dan başlıyor. Yani her bütçeye kuş var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani oyun kuşuna yakın kuşlar da var. Bir çift var. Tavşanlarımız var. Paketleri ortalama €10'dan başlıyor arkadaşlar. €10'dan başlıyor. Arkadaşlar buranın direktörü. Burada böyle Wacht. Dat mag niet, hè? Zet hem meteen. Ja, maar ik dacht dat het niet open was, daarom stond ik meteen. Ik haal hem meteen weg. Maar dan moet je rollen. Hij doet het maar bij bepaalde types. Onjakje. Gaat het goed? Dan moet jij achter de kraan doen. Gaat het goed? Ja, ik heb mijn blikken gehad. Dus ik moet gewoon... 2 keer hè, corona? Ja. En doet, wat is dat? Oplichten? Wat kost die? Oplichten. 5 euro. Doet hij het gewoon voor, voor wat? Ik kan zo ophangen. Ja? Ik neem deze mee. Ja, ik moet even wel geld halen, ja? Bij de... Waar kan ik pinnen dan? Ja, hier niet. Nee, maar waar? Daar. Oké. Oké. Zijn met een selector, je kan alleen. Salam alaikum. Alaikum salam. Alles goed, vriend.